beste luisteraars. We gaan verder met het programma. We hebben nu aan de lijn Owen Venlo. Owen, goedenavond. Goedenavond, Iwan. Luisteraars, goedenavond. Merry Christmas, hè, Owen. Ja, jullie ook. Jullie ook. All the best. Owen. Ja. We zijn zo langzamerhand komen we... we zijn er al bijna. Komen we aan het einde van dit jaar. Ja. En het is natuurlijk altijd het geval dat je dus zo aan het eind gaat terugblikken en een beetje vooruitkijken. Als wij aan jou de vraag stellen, wat betekende 2020 voor jou? Nou, voor mij betekende dat, wat Suriname betreft, de omwenteling, de ommekeer. Eigenlijk, in één woord gezegd, anti-revolutionair. Ja, dus tegen de revolutie. En dat is de redding geweest voor Suriname, denk ik, Iwan, luisteraars. Want als die redding er niet was gekomen bij de verkiezingen op 25 mei, dan koerste Suriname richting het Venezuela-scenario. Wat dat inhoudt, weet iedereen, want iedereen weet hoe het in Venezuela op dit moment er aan toe is. Mensen eten uit vuilnisbakken. Meer dan 4 miljoen mensen het land ontvlucht. Gelukkig is dat Suriname bespaard gebleven. En hebben we veelbelovend de nieuwe man, president Santokki, die wat moeizaam op gang komt. Deels door de schuldenberg van Bouterse, maar deels ook door foute inschattingen van Santokki. Dat zal beter moeten gaan. Met natuurlijk als hoofdprobleem van Suriname de economische crisis. De schuldenberg zal moeten worden gesaneerd. En daar is de nieuwe president nu mee bezig. Dus kortom, terugkijkend, de omwenteling. En hopend dat Santokki erin zal slagen om Suriname weer dat mooie, welvarende land te maken dat we vroeger gekend hebben. Hoe moet ik het zeggen? In elk geval, voor jou betekende of betekent nog steeds diaspora een zaak dat echt iets is van leven en dood, bij wijze van spreken. Ja, zeker. Want kijk, Iwan, goed dat ik het misschien even kan uitleggen. Kijk, Suriname moet dus, afgezien van het saneren van de schulden waar men mee bezig is, is het volgende belangrijke ding: hoe kan Suriname weer welvaart en welzijn krijgen? En dat kan alleen als er fors geïnvesteerd gaat worden in Suriname. En investeren betekent investeringen met name uit het buitenland. En dat buitenland, daarvan is een belangrijk deel ook de diaspora. He, dus eigenlijk kan je het simpel zeggen: investeringen, dat is de kurk waarop de Surinaamse economie moet gaan drijven. En een groot deel van die kurk is de diaspora. En dan komt een probleem wat ik dan heb met de president. Want hij heeft beloofd diaspora-beleid. Hij heeft beloofd dat er... Ik heb hem toen gevraagd aan de president: komt er een minister voor diaspora-zaken? Toen heeft hij gezegd nee, maar er komt wel een directoraat diaspora-zaken. Onder buitenlandse zaken. Dat heeft de president, zowel voor zijn verkiezing als president, maar ook na zijn verkiezing als president, heeft de president ons in de diaspora dit beloofd. De minister van Buitenlandse Zaken, Ramdin, die was vorige maand in Nederland. Ik heb hem ontmoet. Het eerste wat ik hem gezegd heb, is wat ik nu net gezegd heb over het diaspora-beleid en over het directoraat. En hij gaat er niet op in. En dan zeg ik: ik heb het vermoeden dat de nieuwe Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, geen voorstander is van diaspora-beleid. En dan zeg ik tegen de president: president, dan moet jij tegen de minister zeggen, sorry, het moet.
je hebt dat beloofd. De diaspora wacht erop. Wij wachten erop, dat beleid. Dus er moet een beleidsplan komen. Diaspora-beleidsplan. En wie gaan dat doen? Daar moet een directoraat komen. Die gaat zorgen dat dat diaspora-beleid van de grond komt. Dus kortom, dat zijn eigenlijk belangrijke dingen die, als dit niet gebeurt, dat diaspora-beleid, beleidsplan, het directoraat, als dat niet gebeurt, ben ik bang dat het hele investeringsbeleid van deze nieuwe regering een fiasco gaat worden. Want Iwan, luisteraars, niemand gaat geld stoppen in Suriname als het overheidsapparaat van Suriname niet professioneel functioneert. En het schijnt dat meneer Albert Ramdin dat niet nodig vindt, het professioneel functioneren van het overheidsapparaat. Want als hij een diaspora-instituut heeft opgericht, als hij een diaspora-commissie heeft samengesteld, dan vraag ik mij af, welk probleem wil de minister Ramdin oplossen met dat instituut en met die commissie? Ik heb het nog niet gehoord. Het grootste probleem van Suriname zit in het niet professioneel functioneren van het Surinaamse overheidsapparaat. Niet politici, niet ambtenaren. Daar gaat geen enkele potentiële investeerder geld in stoppen. Maar ik kan het niet aan het verstand brengen van de heren in Suriname. En de president op de een of andere manier niet durft te zeggen, er moet diaspora-beleid komen, dus er moet een directoraat komen en er moet een beleidsplan komen. Kennelijk, ik weet niet wat de president of die bang is van die minister van Buitenlandse Zaken, ik weet het niet. Maar dat is mijn zorg voor de toekomst, de nabije toekomst. En wat betreft het economische, dat is natuurlijk een ander hoofdprobleem van Suriname, het economische, eerst de schuldenberg met IMF saneren. De schuldeisers zijn er nou mee bezig. Lagarde is een Frans bureau dat daarbij helpt. Ik verwacht dat dat in januari, februari rond is. Dat Suriname dan de schuldenlast op een redelijke manier kan dragen. En dat dan de economie beter, met name monetair, dus met name de koersen zullen zakken. Maar tegelijkertijd moet er geïnvesteerd gaan worden. Zowel vanuit de diaspora, als ook vanuit buiten de diaspora. En voor beide geldt, je moet je overheidsapparaat professioneel laten functioneren. Anders gaat niemand bij jou investeren. Dus dat is mijn zorg, Iwan. Het is nogal wat. Ik heb weer wel geluisterd naar je, maar ik denk bij mezelf, van, aan de ene kant zeg je van het is de redding dat er bij de verkiezingen in elk geval een ander kabinet is, maar tegelijkertijd zeg je ook van tot nu toe zie ik nog geen drastische stappen en zeker voor wat betreft het beleid met betrekking tot minstens de helft van de Surinaamse bevolking in de wereld. Ja. Het gaat niet goed? Nee, want ik heb het vermoeden, ik weet het natuurlijk niet zeker, ik heb het vermoeden dat deze minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, ik vond het best een aardige man, maar beleidsinhoudelijk weet ik niet meer goed wat hij wel en niet wil. Dan zeg ik, wat de minister, een minister wil, is niet van belang. Van belang is wat de president wil. Dus ik hoop dat president Santokki niet alleen deze minister, maar alle andere ministers en ook de VP, de vicepresident, behoorlijk streng zal leiden en begeleiden richting die ambitie die de president heeft. Als dat niet gebeurt, als de president niet strenger wordt,
zijn ministers en de VP door de orde roept als het nodig is. En een ander belangrijk punt, het communicatiebeleid van deze regering valt zwaar tegen. Het communiceren gebeurt niet zoals de president het beloofd heeft. Dus kortom, er zijn een aantal, laten we zeggen, zorgen met betrekking tot het beleid van deze nieuwe regering, waarvan ik zeg, hou rekening met de kritieken, president, corrigeer waar nodig, bied excuses aan waar nodig en herstel de dingen die je dus gewoon niet goed gedaan hebt, met name op communicatieterrein, want anders gaat het je niet lukken om dat draagvlak in die samenleving te houden, het draagvlak wat je bij het begin bij de verkiezingen had, om dat te houden. Dus kortom, het is zorg en tegelijkertijd een advies naar de president, strenger, strakker en de leiding houden, want in het Surinaamse stelsel is de president de baas. En geen enkele andere minister of vicepresident. De president is de baas. Als de president ons als diaspora toezegt, er komt diasporabeleid, er komt een directoraat diasporazaken, dan is er niemand die dat kan tegenhouden. Hoe zou dat beleid eruit moeten zien volgens jou? Nou, Iwan, heel simpel. Het directoraat wat er moet komen, moet een ontwerp maken. Dat ontwerp, beleidsplan, diaspora beleidsplan, moet dan naar alle ministeries, de 17 ministeries, en dat directoraat moet ervoor zorgen dat met die 17 ministeries dat diaspora beleidsplan in concept wordt geschreven. Dat concept, diaspora beleidsplan, komt dan naar ons, naar de diaspora. Wij reageren erop. En in Suriname wordt met de reactie vanuit de diaspora rekening gehouden. En in Suriname wordt ook door het parlement het diaspora beleidsplan goedgekeurd. Dan weet iedereen wat het beleid is wat betreft de diaspora. Dan komt er de uitvoering. En dan kan iedereen, de ministers en de ambtenaren, erop wijzen, dat is het beleid, dus ik mag daar een beroep op doen. Maar als dat dus niet gebeurt, als er dus geen diaspora beleidsplan komt, dan gaat niemand belangstelling hebben, want iedereen gaat zeggen, luister, je zegt van nee, je weet van niets, want dat is in Suriname heel vaak het geval. Niemand weet van niets. Politici weten niet precies hoe iets zit. Ambtenaren weten niet precies hoe iets zit. En wil je hebben dat men wel professioneel gaat functioneren, dan zou je een beleidsplan moeten hebben, samen opgesteld met de diaspora, in Suriname vastgesteld door het parlement. En dan is dat het stuk waarnaar een ieder kan verwijzen als ambtenaren of politici zeggen dat ze het niet weten. He, dus kortom, ik begrijp niet dat een minister als Ramdin, buitenlandse zaken, geen heil ziet, wat ik begrepen heb, in een directoraat en een diaspora beleidsplan. Want zonder die twee dingen gaat het niet lukken. Maar als er een directoraat komt, dan zou dat betekenen dat er ook invloed vanuit bijvoorbeeld de diaspora, de mensen die buiten Suriname wonen, natuurlijk, dat er een stukje invloed ook naar hun toe gaat. En kennelijk natuurlijk wil men dat niet. Men wil weer heersen over zijn zeggen, mond dicht, geld geven, mond dicht, geld geven, mond dicht. Ja, precies. Nou goed, en de president heeft ons duidelijk gemaakt dat die tijd voorbij is. De president heeft ons een en andermaal duidelijk gemaakt, er komt een directoraat diasporazaken. Ik heb tegen de president een paar keer gezegd, mag het zijn directoraat coördinatie diasporazaken. Want
Het probleem van Suriname, dat er geen investeerders komen, maar ook dat er geen investeringen uit de diaspora komt, is niemand in Suriname weet van iets. Ambtenaren weten niets, politici weten niets, iedereen wijst naar elkaar. Zo kom je dus geen steek verder. He, dus kortom, als de president op dit punt, dat directoraat en het diaspora-beleidsplan, zijn wil niet doordrukt, dan wordt het een compleet fiasco. Want dan ga je geen investeerders krijgen, dan ga je ook geen investeringen uit de diaspora krijgen. En de president die zegt steeds, met name kapitaal uit de diaspora. Maar Iwan, luisteraars, geen enkele persoon of bedrijf met kapitaal gaat kapitaal investeren in een land waarvan het beleid, het investeringsbeleid, onderdeel van het investeringsbeleid is diaspora-beleid. Geen enkele investeerder gaat miljoenen stoppen in een land waar dat beleid er niet is. Ik bedoel, het is logisch. Hè? Dus kortom, door dat diaspora-beleid niet van de grond te krijgen, snijdt de president in eigen vlees. Want dan gaat hij de investeringen die hij verwacht, ook uit de diaspora, niet krijgen. Ja, ja. We hebben het de hele. Je hebt dus heel veel gezegd over hoe het beleid misschien uit zou moeten gaan zien. Maar hoe is het eigenlijk met de mensen in de diaspora zelf? Zijn ze wel eens met wat jij. Want ik heb het gevoel dat er ook wel mensen zijn in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Die iets anders willen dan bijvoorbeeld jij zou willen. Want je, nee hoor. Hè? Nee hoor. Kijk, laat ik het voor de luisteraars duidelijk maken met een concreet voorbeeld. Hè? Stel je voor, wat heel veel gebeurt, tegenwoordig veel minder, want het heeft toch geen zin in Suriname. Stel je het volgende voor. Waarom heeft het geen zin? Stel je het volgende voor. Omdat in Suriname er geen beleid is. Stel je het volgende voor. Je komt op school van je kind. En de directeur van die school zegt, joh, ik heb goed nieuws voor je. We gaan de school helemaal vernieuwen. Inventaris, alles is beschikbaar. Heeft Suriname belangstelling voor al die inventaris hier? Alles is nog goed. Ja, kan je zo krijgen. Dan ben je blij als Surinamer. Dus dan ga je ook contact maken met ambassade of consulaat. Begint het probleem. Ja, willen jullie het hebben? Die school wordt vernieuwd. Dan geef ik je de reactie van ambassade of consulaat. Ja, nou, ik weet het niet. Dan moet u de minister van Onderwijs schrijven. Oh, nou, dan krijg je het adres. Je schrijft een brief naar de minister van Onderwijs. 9 van de 10 gevallen krijg je nooit antwoord. Vervolgens zegt die school hier in Nederland, hé, die dingen moeten weg binnen een maand, want hebben jullie niet ergens waar we ze kunnen opslaan? Volgende probleem. Ambassade en consulaat, nee, we hebben nergens waar we ze kunnen opslaan. Stel je voor dat je iemand bereid vindt. Dan moeten die dingen vervoerd worden. Heb je geld om die dingen te vervoeren naar Suriname? Ambassade, consulaat zegt, nee, we hebben geen geld ervoor. Als je het geld op de een of andere manier vindt, die dingen komen in Suriname, de helft wordt op de haven in Suriname gestolen. Niemand die toezicht houdt daar op die dingen. Dus die dingen komen aan in Suriname, de helft wordt gestolen. De andere helft komt uiteindelijk terecht waar het moet komen. Maar nog lang niet. En trouwens, het grootste probleem komt nu. Die school in Nederland, die zegt, voor de accountant moeten wij een brief waar die spullen gebleven zijn. Dat ze officieel geaccepteerd zijn in Suriname. Volgende probleem. Die brief komt gewoon niet. Dus kortom, ik geef dit voorbeeld. Beleid nodig. Coördinatie in Suriname is er niet. Er is geen beleidsplan waarvan je kan zeggen tegen die ambtenaar van onderwijs. Nee, hier staat,
dat wij graag bruikbare inventaris voor scholen graag willen hebben. Je hebt geen enkel beleidsplan of een officieel stuk. Heb je een directoraat, dan kan je vanaf het begin dat verzoek deponeren bij dat directoraat, coördinatie diaspora zaken, en dat directoraat zorgt ervoor dat de zaak afgewikkeld wordt, geregeld wordt, en uiteindelijk de brief komt dat de minister in Suriname bedankt voor de inventaris van die school en dat het op de bestemde plaats terechtgekomen is. Ik geef een klein voorbeeld, wat heel veel gebeurt. De laatste jaren, Iwan, als mensen dingen aanbieden voor Suriname, zeg ik de laatste jaren, ik denk niet dat het gaat lukken hoor. Niemand werkt mee. Hier niet, ambassade, consulaat. In Suriname helemaal niet. Niemand weet van iets. Dus kortom, als Suriname investeringen wil, zowel vanuit de diaspora als ook andere investeringen, dan zal het Surinaamse overheidsapparaat, de ambtenaren en de politici professioneel moeten gaan functioneren, beleidsmatig, met beleidsplannen. Anders wordt het een fiasco. Dat is mijn zorg. Ja, ja, ik hoorde, ik werd deze week, ja, begin van de week eigenlijk, ja, ook benaderd door twee mensen die, ja, een school hebben, in elk geval een opleiding, waar 20 computers met alle hebben en houden eraan ter beschikking. Het zijn Surinamangs die daar werken op die school en die zeggen van we zouden die, omdat we die dingen toch wegdoen, zouden die graag naar Suriname willen sturen. Dus men belt mij op van ken je mensen die dat kunnen gebruiken in Suriname. Ik heb contact mee, met de contact te proberen te krijgen. Maar ja, ja, we willen wel, maar dan moeten jullie die dingen voor ons sturen. Zeg, ja, als je die dingen wil hebben, dan moet je ze laden en meenemen daar naartoe. Ja, precies, terwijl één ding vaststaat. In Suriname hebben ze behoefte aan die computers. Dat staat vast. Alleen, Suriname heeft geen beleid ontwikkeld hoe je die dingen dan accepteert. Suriname heeft geen faciliteiten om die dingen naar Suriname te krijgen. Dus kortom, Suriname heeft niets wat dat betreft. En wat zeg je dan op een gegeven moment? Hé, laat dat ding maar hoor, want de ambassade zegt niets, consulaat helpt niet. En vanuit Suriname hoor je sowieso niets. 9 van de 10 brieven die je naar Suriname schrijft, krijg je geen antwoord. Suriname moet, overheidsapparaat moet professioneel gaan functioneren. Als president Santokki daar niet in slaagt, gaat hij investeringen, zowel in als buiten de diaspora, niet naar Suriname krijgen. Als we dus kijken, dat is de ervaring tot nu toe. Veel mensen zeggen toch van ja, ze zitten pas een paar maanden, dus je moet ze nog de gelegenheid geven om zich te herstellen. Natuurlijk. Maar dan moeten er wel tekenen moeten er zijn dat men dus onze kritische kanttekeningen, dat men daar iets mee doet. Ik bedoel, ja, als je... Ik bedoel, ik vraag mij nog steeds af, Iwan, de toezegging van de president. Er komt een directoraat, diaspora-zaken bij buitenlandse zaken. Uit alles blijkt dat mijn minister van Buitenlandse Zaken, Ramdin, dat niet wil. Als ik erover spreek met de minister en vraag hoe zit dat, antwoordt hij niet terug. Hij gaat er niet op in. Dan weet ik genoeg, dan wil deze minister geen diaspora-beleid en geen directoraat diaspora-zaken. Dan zeg ik tegen de president, president, jij moet die minister opdracht geven om dat directoraat in te vullen op zijn ministerie en om dat diaspora-beleidsplan te gaan schrijven. Maar als de president daar meer tijd voor nodig heeft, dan nou oké, geef hem nog 1 of 2 maanden meer tijd. Maar het zal wel moeten gebeuren. He, dus kortom, kostbare tijd, want alles heeft te maken met hoe investeringsvriendelijk is de Surinaamse regering.
overheid, ambtelijk apparaat, politici. En uit wat ik net zeg, blijkt dat het Surinaamse overheidsapparaat niet investeringsvriendelijk is en dus ook niet diaspora-vriendelijk is. En dan gaat president Santokki met zijn regering het niet redden. Wat verwacht je voor het komend jaar? Ik verwacht dat de president, ik denk dat hij nou wel duidelijk ziet wat het probleem is. Hoe goed de relatie ook met de minister van Buitenlandse Zaken is. Je zal die man de opdracht moeten geven om het te doen, dat directoraat. En om diaspora-beleid en om diaspora-beleidsplan te gaan schrijven. Ik verwacht dat de president, als hij ziet dat het zo niet goed gaat, dat hij strenger gaat worden. En dat hij zowel het diaspora-beleid, investeringsbeleid, als zijn communicatiebeleid drastisch gaat veranderen. Ik verwacht het toch nog wel. Dus ik heb toch hoop dat de president de komende 2-3 maanden strenger en harder zal zijn wanneer het nodig is naar zijn ministers. Ja. Oké, Owen. Dag, ik zou zeggen, bedankt in elk geval dat je ons op de hoogte willen stellen van de gang van zaken op dit moment en wat jouw verwachtingen zijn. Is er nog iets wat ik niet gevraagd heb, maar waar je toch op zou willen wijzen? Heb je nu nog de kans daartoe? Ja, ik heb net dat communicatiebeleid genoemd. De president heeft een aantal benoemingen gedaan. Belangrijke benoemingen, zowel veel familie, vrienden, kennissen, zijn vrouw, zijn dochter. Vooral wanneer je dit soort benoemingen pleegt, moet je van tevoren het communiceren met de samenleving. Dus je moet voornemens communiceren. Dat is communicatiebeleid. Maar je moet niet een benoeming doen en melden, ik heb die en die benoemd. Dat is geen communicatie, dat is voorlichting. Dat is eenrichtingverkeer. Communicatie is tweerichtingverkeer. Dus ik hoop dat de president zijn communicatiebeleid drastisch zal veranderen. Anders is dat ook een struikelblok voor hem, voor de president. En ik zou willen zeggen, wat dat betreft, president en de Surinaamse bevolking, laten wij met z'n allen zorgen dat wij een succes maken van deze nieuwe regering. Laten wij die eenheid die Santokki heeft gepredikt ook in de praktijk praktiseren. En laten we zorgen dat dat ene sterke Surinaamse volk in binnen- en buitenland, zoals Santokki dat heeft gezegd, één saamhorig en solidair volk wordt. En de eerste keer dat we dat kunnen laten zien is op 17 maart, Tweede Kamerverkiezingen, een aantal Surinamers op de lijst van de politieke partijen. Onder andere Sylvana Simons. Het diaspora. Sylvana Simons, welke partij is ze? Van Bijeen. Bijeen. Van de partij van Sylvana. Maar er zijn meer Surinamers op lijsten. Ik heb begrepen, we hebben laatst nog gesproken met iemand van Denk, meneer Belfort. Ja, ook meneer Belfort staat ook bij Denk op de lijst, nummer 17 of zoiets. Diaspora-beleid heeft ook een kant in Nederland. Het mobiliseren dat ene volk, waar Santokki over heeft, het ene volk, Surinamers, mobiliseren voor hun belangenbehartiging in Nederland, Tweede Kamer. Dat komt 17 maart aan de orde. De nieuwe Surinaamse ambassadeur, Rajinder Kargi, komt begin januari. Kan laten zien hoe belangrijk diaspora-beleid ook voor de Surinamers in Nederland is. Namelijk, wanneer het nodig is, die momenten wanneer dat nodig is, net als bij de Marokkanen en de Turken, op die momenten zeggen de regeringen van Marokkanen en Turken, en als het goed is straks ook die van Suriname, wij gaan helpen om zoveel mogelijk Surinamers in vertegenwoordigende lichamen te krijgen. 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing.
Het is een vuurproef voor de nieuwe ambassadeur, Rajinder Karki. Dus ik hoop dat dat zal opleveren dat we die achterstand beginnen in te lopen. Op dit moment 0 Surinamers in de Tweede Kamer. Ik hoop dat na 17 maart we 2, 3, 4, 5 Surinamers in de Tweede Kamer hebben. Onder regie, een beetje ook regie van de nieuwe Surinaamse ambassadeur Rajinder Karki in Den Haag. Owen, ik wil je heel hartelijk dank zeggen. Fijne feestdagen verder. Jullie en we spreken ook. Elkaar ja, nog. Aboen. Of in het nieuwe jaar, of misschien nog daarvoor. Nogmaals bedankt. Abu brada. Okay, thank you. Oké, brada voor de luisteraars. Bye-bye. Ja, beste luisteraars, en dat was dus Owen Venlo, die eigenlijk een vooruitkeek, maar ook terugkeek van wat er allemaal gebeurt. En natuurlijk ook gekeken heeft naar het beleid, of het niet hebben van beleid, ik weet het niet, van de huidige Surinaamse regering voor wat betreft diaspora.